Het zijn de mannen en vrouwen die er iedere dag voor zorgen dat we veilig de weg op kunnen met onze auto. Vroeger noemde je ze automonteurs, maar tegenwoordig is autotechnici een betere benaming. Auto's worden steeds complexer en de oplossing ligt lang niet altijd aan een los boutje of moertje. Hoe ziet het leven van een autotechnicus eruit? Hoe leuk is het en hoe zit het met de toekomst van het vak? Dit seizoen lopen we mee met de autotechnici van Auto First. Deze naam staat op meer dan 250 vestigingen door heel Nederland en België en ze werken daar met de nieuwste technieken en richten zich op de toekomst. Niet alleen qua auto's, maar ook qua kennis en kunde van hun autotechnici. Vandaag volgen we het team van Auto First Johan Meuren in Purmerend. Ik ben Julia, ik ben 23 jaar oud en ik ben automonteur, APK keurmeester en ik ben technisch specialist. En dat houdt in dat ik veel bezig ben met storing zoeken. Ik werk aan personenauto's, benzine, diesel, elektrisch, groot, klein, alles. Ik vind het werk zo mooi omdat ik eigenlijk elke dag dus wat anders doe. Er zit zoveel techniek in een auto. Zoveel verschillende soorten dat je eigenlijk altijd wel blijft leren. Er zijn niet heel veel meiden die dit werk doen en dat is eigenlijk super jammer, want iedereen zou het kunnen. Ik ben Thijs Blom, ik kom uit Spanbroek. Ik ben 39 jaar oud. Ik ben op dit moment serviceadviseur bij autobedrijf Johan Meuren. En dat bevalt me enorm goed. Mijn werk houdt in dat ik 's morgens de klanten ontvang. Ik neem de werkzaamheden door op de werkorder met de klant, de gegevens van de klant controleren. En dan zorg ik ervoor dat de werkorder klaar is voor de monteur. Die bespreek ik met de monteur of de werkplaatschef. En dan komt het goed. Ik heb zelf ook gesleuteld, 16 jaar, bij een universeel autobedrijf. Dat is wel mijn voordeel nu, omdat met deze ervaring kan ik een klant heel goed adviseren, denk ik. Ik heb een BMW i3 met een APK, de eerste APK, een ABS-lampje gaat branden. Dus misschien wil je daar ook nog even naar kijken. Na 4 jaar moet de auto voor het eerst voor de APK. Dat is wettelijk zo geregeld. En dan lopen wij de auto na aan de hand van de APK-eisen. Bij APK moet je de auto keuren op een aantal punten of het op dat moment in orde is. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, remblokken. Als er nog een heel klein beetje voering op zit, dan mag dat voor de APK nog, want dan werkt het gewoon. Maar dat betekent niet dat je er jarenlang veilig mee kan doorrijden. Hetzelfde geldt voor banden, dat soort zaken. En bij onderhoud kijk je ook naar olieverversing, luchtfilters, interieurluchtfilters, bougies, dat soort zaken. Dus dat is wel een stukje verder. Dat staat helemaal los van de APK. Het verschil tussen een brandstofauto en een elektrische auto is eigenlijk niet zo heel erg veel wat APK betreft. De banden, wielen, ophanging, gordels en de veiligheid vooral, dat is hetzelfde. En verlichting controleren, dat blijft gewoon. Het leukste vind ik het storing zoeken, omdat je dan, dat is nooit hetzelfde. En daar leer je ook het meeste van. Ja, wij zijn een universeel garage, dus wij krijgen inderdaad alle soorten merken auto's. En types winnen. En dat is eigenlijk ook wel weer het leuke van een universele garage. Omdat je veel meer leert eigenlijk, want je ziet, alles komt voorbij. Ja, het is wel van noodzaak dat je goed scholing blijft doen. Omdat ik inderdaad de technische achtergrond heb, is het voor mij allemaal gesneden koek. Maar voor klanten natuurlijk niet, dus dat is wel eens een uitdaging. Maar ik probeer het dan zo simpel mogelijk en duidelijk mogelijk uit te leggen. Ook aan de hand van bijvoorbeeld foto's of filmpjes. We laten ook wel zien aan de klanten. We rijden nu ons proefrondje en dan kijken we en luisteren we over wat mis is met de auto. Deze testroute die bevat een stukje 80-weg, een rechte weg, een weg met hobbels, sturen, rotondes. Iedereen die heeft zo zijn eigen merk wat die mooier vindt, wat lekkerder rijdt. Ja, deze gaat wel. Ik ben Jeff Kuipers, ik ben 33 jaar. Ik sleutel hier aan auto's, ik doe vooral garantiegevallen. De afwisseling in mijn werk vind ik leuk. De ene dag dus een moderne auto, zelfs van gewoon 2023, net een maand oud. En de andere dag heb ik 1960, zoals de Volvo Amazon van de baas zelf. Ik heb zelf wat met oude auto's. Ja, ik heb er gewoon meer ervaring mee dan de meeste, dus laten ze mij dit doen. Ik doe wel altijd alles echt zoals het moet, zeg maar. Ja. Ja, de afwisseling is leuk. Je doet nooit standaard werk, zeg maar. En ik vind het allebei mooi. En het is heel fijn dat je het af kunt wisselen, ja, want dan heb je altijd wat te doen. Het gaat niet vervelen, zeg maar. Mensen met passie, die er een kick van krijgen als ze dingen kunnen oplossen. En wij als automobilisten hebben daar direct voordeel van. Binnenkort gaan we weer op bezoek bij de autotechnici van Auto First en kijken we mee bij totaal andere, bijzondere klussen. Want zoals je hoorde, geen dag is hetzelfde.
Zelf interesse in het vak van autotechnicus? Check onze website.